Nou, ik ben niet echt tevreden erover. Het voelt alsnog niet af. Dit is gewoon niet netjes aangelegd. Ik denk dat het een wanprestatie is. Het is gewoon een beetje een wassenhuis. Bewoners van de straten Zandzegge, Zandwikken en Zandhaven snappen er niets van. De gemeente Hollands Kroon, waar Winkel onder valt, kondigde onderhoud van het asfalt aan. En liet 4 maanden geleden een zogeheten slijtlaag storten. Dat was nodig om de wegen veilig te houden. Maar dat pakte anders uit. Iwan belandde zelfs in het gips. Ja, mijn achterwiel gleed hier gewoon weg en toen lagen we daar. Hij is nu gewoon in dezelfde bocht al 5 keer onderuit gezeild. Ja, dat is geen toeval, lijkt me. Het is gewoon één groot armoed. Het maakt heel veel lawaai. Je denkt soms dat er een grote vrachtwagen komt, komt er een kleine autootje overheen. Met het regen wordt het wel wat glad, ja. Dan moet je wel uitkijken. Dat klopt. Dus ik fiets wel wat voorzichtiger. Als je ook meekijkt, dan zie je ook die riggels allemaal en er staat gewoon water in. En ervoor stond hier nooit geen water. De kritiek van de bewoners is door de aannemer en de gemeente weggewuifd. De grond moet namelijk nog een beetje inzakken. Maar de bewoners geloven daar niets van. En dan doen we een of ander lulverhaal ophangen bij de mensen van de gemeente. Van nee, maar het moet nog zakken. Het moet nog aangereden worden. En het komt allemaal keurig voor elkaar. En, u gelooft er niet in? Nou, ik geloof er echt niet in. Nou ja, we zijn nu bijna 4 maanden verder. En eigenlijk is het alleen nog maar beroerder geworden. Het is zeker niet verbeterd. Alhoewel de bewoners was beloofd dat het allemaal goed zou komen, laat de gemeente nu weten dat ze de klachten van de bewoners uiterst serieus neemt. Nog deze maand zal de aannemer het asfalt komen inspecteren en de nodige maatregelen treffen.